Maar ook namens het gemeentebestuur willen wij dit zeker voor jullie ook belangrijk naar hier brengen, dat we heel belangrijk vinden dat we u hier kunnen ontmoeten samen. We hebben een heel moeilijk jaar gehad als gemeentebestuur. We hebben heel hard gewerkt om de komende jaren terug aan de gemeente te kunnen bouwen. En ik kan ook met enige fierheid u vertellen dat we ook zullen investeren in armoedebestrijding en armoedebeleid. We hebben verschillende initiatieven genomen die op stapel staan, zowel binnen het OCMW als de gemeente. Dat zal de komende maanden en jaren wel duidelijk worden. Ik heb ook al gehoord van Magda dat zij daar hevig en terecht voor ijvert met de ganse ploeg, samen met Rudy en alle mensen hier aanwezig. Armoede moet op alle fronten worden aangepakt. En we hebben ook beslist in het college en in de gemeenteraad nog niet zo lang geleden dat wij de toelagen, de subsidies naar warm hart zullen verhogen. We gaan in plaats van 10.000, gaan we 12.000. Misschien mag ik kleine druppel op de plaat, maar alle kleine beetjes helpen. We doen dat ook voor Sint-Vincentiusvereniging. En we hopen te kunnen inspelen op de vele vragen en initiatieven die wellicht nog vanuit de organisatie gaan komen. Voor het overige wens ik u een hele fijne namiddag. Ook nog heel veel recepties, hopelijk de komende dagen. Een heel fijn werkingsjaar. En vooral aan alle vrijwilligers die vandaag dit hebben klaargestoomd, een dikke proficiat en misschien een warm applaus voor hem. Maar boven alles uiteraard een goede gezondheid. Dat is de basis in het leven. Als we samen gezond zijn en we samen aan werken, dan komen we een heel eindje ver en dan zijn we heel snel bij 2050. Dank u wel. Gelukkig nieuwjaar met vooral heel veel warmte. Maar eerst en vooral wil ik al onze vrijwilligers eens een keer goed bedanken. Ook al onze vrijwilligers die vanmorgen al vroeg in de week waren om hier alles mooi en gezellig en lekker klaar te maken. De vrijwilligers zijn voor Warm Hart zeer belangrijk, want zoals we jullie niet hadden, kon Warm Hart eigenlijk ook helemaal niet bestaan. Het mooiste wat jullie doen is niet enkel de taken die jullie op jullie nemen, maar vooral de hartelijkheid en de gezelligheid die jullie uitstralen. Dit wil ik zeker meenemen naar 2014, zodat jullie ook een goed geolied machine blijven. In het warme woordje van december heb ik al uitgebreid verteld wat ik allemaal van plan ben binnen Warm Hart. Maar sinds oktober merk ik dat het allemaal niet zo evident is om nieuwe mensen in armoede te vinden.
Ik heb ook reeds geleerd dat hier de mensen zeker niet mee te koop lopen en dat schaamte een hele grote factor speelt om hulp te vragen en op die manier ook heel moeilijk tot hier geraken. Dus moeten wij een inkakpoort gaan zoeken. In november ben ik voor de eerste keer naar St. Vincentius geweest samen met een vrijwilliger. En daar hebben we toch gemerkt dat we mensen kunnen overtuigen om de stap naar hier te kunnen zetten. Namelijk op het kerstfeest hebben we al mensen kunnen ontvangen. En anderzijds hebben andere mensen zich ook al de weg hier naar onze sociale kruidenier kunnen vinden. En op die manier proberen we dan een contact met hen te krijgen om eigenlijk een samengezellig een shot koffie te drinken. Zo blijven we ook op zoek naar die mensen die het niet gemakkelijk hebben. Want we hebben hun stem nodig om eigenlijk een signaal te kunnen geven aan de overheden. Dus mensen, wij hebben jullie heel erg nodig om deze mensen uit het isolement te halen. En zodat onze groep van warm hart nog steeds groot wordt. En nu wil ik eigenlijk eens een heel dik applaus hebben voor alle mensen die hier vrijwillig hun, op welk niveau, op welke manier dan ook, elke week hun best blijven doen. Dank u wel. Warmte harten, dachten wij, als we samen liepen met de vieze tweeënhart, konden wij hier altijd staan met een hart vol vuur en vlam. Warmte harten, warme harten, dachten wij, warme harten, warme harten, dachten wij, ook in huis hadden we dit samen, met die mensen om ons heen, liepen wij elkaar de handen, dat brengt ons leven. Warme, warme harten, warme harten, dat brengt ons leven. Warme, warme harten, warme harten, dat brengt ons leven. Ook in Brussel kunnen we samen met die mensen om ons heen. Geven wij als taalde de handen, vriendschap dat brengt ons bijeen. Anna, warme harten, warme harten, dat hebben wij. Warme, warme harten,
Wonderful, wonderful day.